Hoi, leuk dat je weer kijkt naar weer een nieuwe video. Deze week hebben we een hele speciale BMW X2 Limited Edition en de M4 CS is verkocht. Daar gaan we afscheid van nemen. Ja, ja, die heerlijke M4 CS is verkocht. Hij is klaargemaakt. De klant heeft gekozen om een beurtje direct uit te voeren en vers rubber van achter. Dat is natuurlijk wat nodig. Al het vermogen op de achterwielen, die 460 pk. Maar ja, wat een enorm bruut apparaat is dit. Een sportieve crossover van BMW. Je hebt wel de BMW X2 en wel een hele leuke uitvoering. Namelijk de M-Mesh Edition. Dat maakt hem wel heel erg leuk, helemaal af. En wij gaan jullie vandaag vertellen wat dat inhoudt. Ja, en ik zeg dan wel dat de X2 een compacte crossover is. Maar eigenlijk hebben ze daar een andere benaming voor bij BMW. Ik moet even kijken wat het nou ook weer was. Ze hebben er namelijk iets anders aangegeven. In plaats van een SUV is het een SAC en dat betekent Sport Activity Coupé. Nou, daar hebben ze niks aan gelogen. Het is een sportieve auto en wat ze ook met die MS uitvoering eigenlijk willen benadrukken, dat die beschikbaar is voor een nog actievere klant die zich jong voelt of jong is. En dat maken ze me heel erg leuk door. En als we naar die coupé lijn kijken, je hebt natuurlijk de X1 en de X2 komt daar eigenlijk bovenop, dan heeft die wel inderdaad een coupé-achtige lijn. Het is niet echt net als bij een X5 en X6 dat de X6 de X5 is met een aflopende daklijn. Want dan zou die wel een beetje krap worden achterin. Ze hebben het heel erg leuk aangepakt. Het is ook niet zo dat het front precies hetzelfde is als de X1. Hij heeft net even wat ander neusje, net even wat andere lopende lijnen. Dat maakt hem wel heel erg leuk. Ja, en over dat M-Mesh verhaal, die Edition. Dan gaan we laten zien wat dat inhoudt. Want hij is wel erg gaaf uitgevoerd. Ja, en als we dan al naar die voorkant kijken van die X2... Ja, wat een M-Mesh uitvoering of de Edition eigenlijk speciaal maakt, is dat heel veel lijsten en dingen eigenlijk in een donkerbruin zijn vervaardigd. Tuurlijk, je hebt die hoogglans zwarte grill, ja, ook weer in een mesh uitvoering, oftewel honingraat. Dat is heel gaaf, maar die onder, al die omlijstingen, natuurlijk de grill zelf is gewoon zwart, maar die omlijsting is weer in dat donkerbruin. Dat is heel gaaf, nu is het misschien wat moeilijk te zien, omdat de zon niet schijnt. Als schijnt de zon erop, zie je echt wel een heel groot verschil. Maar ja, eveneens geldt het voor die lijsten om de wielen heen. Natuurlijk ook prachtige 19-inch velgen eronder, goede sloffen. En heel die lijst loopt over de auto heen. Naast natuurlijk het Shadowline pakket dat hij ook heeft van de raamlijst, wat al zwart wel is, zijn al die bruine accenten wel heel erg mooi aan het exterieur vervaardigd. Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur heeft allerlei mooie details meegekregen. Oftewel het meshpatroon is zowel in de grill als in het interieur zichtbaar. Overal in die lijsten komt het weer naar boven. En het bruin, wat dan het exterieur op al die lijsten zichtbaar is, is het interieur ook eens zichtbaar in die mooie sportstoelen. En als we dan naar de achterkant kijken van deze prachtige BMW X2, daar komt het M-Mesh, die bruine kleur, ook weer terug in een diffuser. Heel mooi hier onderaan natuurlijk weer in het bruin vervaardigd. En zien we ook gelijk weer het Shadowline pakket terugkomen. Natuurlijk die omlijsting van het logo. Hier natuurlijk die mooie zwarte lijsten bij die grote spoiler achterop. En natuurlijk die donkere uitlaat-eindstukken. Hij is wel helemaal af. Ja, en wat natuurlijk ook gelijk in het oog springt, is het logo hier aan de zijkant. Dat brengt ons weer terug bij de BMW's van ongeveer de jaren 70. Hij heeft toch weer leuk teruggebracht in natuurlijk die BMW's van deze tijd. Ja, en eigenlijk is hij nog alleen maar te zien in de BMW X2. Hebben ze toch wel weer leuk gedaan. Ja, en in specifiek de BMW X2 in de M-Mesh Edition is leverbaar geweest van eind 2020. Nou, deze variant is afkomstig uit 2021. Zoals jullie al zien,
Car Selectie Auto natuurlijk. Met nog geen 13.000 kilometer op de klok. Bent u geïnteresseerd? Laat ons gerust weten en kijk bij ons op de website. Zo, dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Vergeet uiteraard niet een duimpje omhoog achter te laten. Te abonneren als u het niet gedaan heeft. En u graag de volgende keer weer terug. Tot ziens!